Hallo, hoe vaak heb je het al niet gehad dat je een voornemen of een doel voorop stelt en dat je dan tot de conclusie komt dat het doel, het voornemen, dat je het niet gerealiseerd hebt? Veel kans dat er saboteurs aan het werk waren die jouw plannen gedwarsboomd hebben. En daarover wil ik het deze keer met jullie hebben. Ik ben Isabel van Goedenage, loopbaancoach voor Passion for Work. Saboteurs, wie of wat zijn ze? Hoe spoor je ze op en hoe pak je ze aan, zodat jij jouw voornemens, jouw doelen en dromen kan gaan realiseren? Nu, er kunnen saboteurs zijn in jouw omgeving. Stel dat je je al een tijdje ongelukkig voelt op jouw job en je wil graag van werk veranderen. En je denkt er zelfs aan om op zelfstandige basis te starten. Wel, dat kan. Hè? En dan kan het gebeuren dat dat reacties uitlokt in jouw omgeving. Reacties zoals, zou je dat wel doen? Ga je die zekerheid zomaar opgeven? Wat als het niet lukt? En dat kan er eigenlijk voor zorgen dat je soms gaat twijfelen. Maar weet dan dat wat er eigenlijk gebeurt, is dat die mensen hun eigen onzekerheden en hun angsten op jou gaan projecteren. Omdat als jij jouw eigen weg uitstippelt, kan dat heel confronterend zijn voor anderen. En dan is het eigenlijk belangrijk of zelfs essentieel om jou te omringen met mensen die in jou geloven en die jou ondersteunen en aanmoedigen om in actie te komen en om eigenlijk jouw voornemen, jouw dromen te gaan realiseren. Nu, daarnaast is er nog een andere soort saboteurs en dat is wat ik eigenlijk noem de sneaky saboteurs, want die zitten tussen jouw oren. Dat zijn jouw eigen gedachten en overtuigingen die maken dat jij jouw doelen niet behaalt. Wat zijn overtuigingen? Overtuigingen zijn gedachten die je hebt over jezelf en over de werkelijkheid. En die gaan eigenlijk jouw gedrag bepalen. Die gaan bepalen wat jij wel en niet doet. En die overtuigingen, hoe worden die gevormd? Door opvoeding, door ervaringen die je gehad hebt, door positieve, negatieve opmerkingen uit je omgeving, soms ook door cultuur. En in overtuigingen, daar heb je eigenlijk in grote lijnen twee soorten in. Je hebt overtuigingen die jou kracht kunnen geven, stimulerende overtuigingen. En je hebt overtuigingen die jou eerder kunnen gaan belemmeren of beperken. En dat zijn dan de saboteurs waarover ik het heb. Om een concreet voorbeeld te geven, stel je hebt iets nog nooit gedaan. En een gedachte zou kunnen zijn: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Of een andere gedachte zou kunnen zijn: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het niet kan. De eerste gedachte gaat veel meer aanzetten om het te gaan proberen en tot actie over te gaan. Terwijl de tweede, als je dat zelf nog maar uitspreekt, ga je voelen dat daar rem op zit om eigenlijk in actie te komen. Belemmerende overtuigingen. Ik heb er een aantal genoteerd, veel voorkomende belemmerende overtuigingen. Nu, iedereen heeft belemmerende overtuigingen. Hè? Dus dat irritante stemmetje in jouw hoofd met gedachten, negatieve, beperkende gedachten die jou onzeker en soms zelfs angstig kan maken. Nu, een aantal veel voorkomende belemmerende overtuigingen en dus saboteurs zijn: ik ben niet goed genoeg. Anderen zijn veel beter. Of daar ben ik te oud voor. Ik kan niet leven met onzekerheden. Ik mag niet falen. Ik mag geen fouten maken. Of iedereen moet mij lief en leuk vinden. Dat zijn enkele veel voorkomende saboteurs die wij toch ook in de loopbaanbegeleidingen tegenkomen. Nu, deze belemmerende overtuigingen die hebben een heel grote impact op jouw leven en op jouw gedrag en ook op de keuzes die we maken. Want het is eigenlijk niet de situatie die bepaalt hoe dat jij reageert, maar het zijn jouw gedachten, jouw overtuigingen over de situatie die gaan maken
hoe jij reageert. En belemmerende overtuigingen die gaan jou eerder afremmen om in actie te komen. Die weerhouden jou ervan om in actie te komen. En met andere woorden, die leiden eerder tot stilstand, beperken van keuzevrijheid en kunnen zelfs jouw werkgeluk ondermijnen. Dus ook op jouw loopbaan en in de keuzes die jij maakt in jouw loopbaan kunnen deze overtuigingen een heel groot effect hebben. Nu, het goede nieuws is, je kan deze overtuigingen veranderen en je kan gedachten gaan beïnvloeden, zodat ze jou niet langer belemmeren en in tegendeel dat ze jou eerder weer gaan stimuleren en dat je eerder helpende gedachten gaat krijgen. En hoe doe je dat dan? Ik heb dat gevisualiseerd op de volgende manier in 3 stappen. En de eerste stap is eigenlijk op zoek gaan naar jouw saboteurs, om er een beter inzicht in te krijgen en om ze dan een makeover te geven en eigenlijk te gaan transformeren naar nieuwe helpende gedachten. Hoe zorg je ervoor dat je je eigen doelen niet saboteert? Een eerste stap is door bewust te worden van welke overtuigingen een impact hebben op jouw leven en meer specifiek op jouw werksituatie. En bewust worden is al een heel grote stap. Wat ik daarnet ook zei van, eigenlijk zijn die overtuigingen meestal onbewust, omdat we ze al heel lang hebben of soms zelfs al heel ons leven geloven. Dus we gaan ze eerst bewust maken en dat kan via volgende vragen. En dan neem je er best ook pen en papier bij. En de bedoeling is dat je alles gaat noteren wat er in jou opkomt. Dus zonder zelfcensuur. Ook als het misschien absurd of vreemd klinkt, je noteert gewoon alles wat in jou opkomt. En een eerste vraag daarbij is, wat geloof jij over jezelf? En wat geloof jij over je werk? Of je loopbaan? Om dan vervolgens eigenlijk te gaan kijken van wanneer dat je jouw doelen, jouw dromen voorop stelt, welke van deze overtuigingen belemmeren jou eigenlijk het meest om te gaan voor die dromen en die doelen? En die belemmerende overtuigingen, die ga je eigenlijk opluisteren. En dan brengt ons dat bij de tweede stap. En de tweede stap is er die te gaan onderzoeken en inzicht te krijgen in deze overtuigingen. En je doet dat op een manier, niet door jezelf te veroordelen, maar om er op een milde manier naar te kijken. En dat kan door eerst situaties te beschrijven waarin dat je deze belemmerende overtuigingen, wanneer dat je daar last van hebt, van deze belemmerende overtuigingen, om te gaan kijken dan naar hoe voel je bij deze belemmerende overtuiging, welke gevoelens heb je bij deze belemmerende overtuiging, en ten derde te gaan kijken van, en wat is de impact van deze belemmerende overtuiging op mijn energieniveau? Je noteert dan de 3 overtuigingen die jou het meest belemmeren. En dat brengt ons bij de laatste stap. En dat is dan de makeover. Dus in de makeover gaan we eigenlijk per overtuiging ga je noteren van hoe wil jij je anders gaan voelen als deze situaties zich voordoen. En wat zou jij dan anders doen? En als derde, hoe of wat zou jij liever geloven? En daaruit kan dan een nieuwe positieve overtuiging komen. Om even concreet te maken, de belemmerende overtuiging iedereen moet mij lief leuk vinden, kan dan worden, ik ben waardevol, wat anderen ook van mij denken. Of in het geval van, ik mag geen fouten maken, zou kunnen worden, van mijn fouten kan ik leren. Ik geef gewoon een aantal voorbeelden, zodat je een idee hebt, maar het is vooral belangrijk om te komen tot een nieuwe overtuiging die voor jou goed voelt en die voor jou klopt. Nu, het is niet altijd mogelijk om de vinger te leggen op deze overtuigingen, omdat het soms ook een blinde vlek is. En dan kan het helpen dat een sparringpartner met jou op zoek gaat, deze bewust maakt en samen gaat transformeren. Dus wil jij
graag beter leren omgaan met belemmerende overtuigingen die je ervaart in jouw loopbaan en in de loopbaankeuzes die je maakt, dan kan dat. Dan raad ik jou aan om een gratis kennismakingsgesprek aan te vragen met mij of een van mijn collega's. En ik voeg zo dadelijk een link bij de video, zodat je daar dit gesprek kan aanvragen. Heel fijn dat je erbij was en graag tot een volgende Facebook Live. Volgende vrijdag om 1 uur. Dag.